Het belangrijkste advies is om je goed voor te bereiden, dus weten wat je financiële mogelijkheden zijn. Maar ook vooral om de stad groter te zien dan dat die misschien voor je gevoel is en je te oriënteren op diverse wijken die er zijn. Ik denk dat gecombineerd Hart van Zuid rondom Zuidplein en Feyenoord City, dat twee hele belangrijke grote ontwikkelingen zijn die heel veel voor de tussenliggende wijken kan betekenen. De plekken zelf zullen enorm veel meer betekenis krijgen, het wordt ook echt een plek om naartoe te gaan. En dan heb je ook nog aan de rand van de binnenstad een gebied als Pompenburg, maar ook het zomerhofkwartier Zoho. Ik denk dat die ook wel weer de uitstraling van de binnenstad weer een stuk kunnen vergroten. Mijn advies voor gezinnen die in een bovenwoning wonen en die ruimer willen gaan wonen, is goed te bedenken of ze in hun eigen wijk willen blijven. En kijken of zij in die wijk iets kunnen vinden wat natuurlijk meer ruimte biedt. Of in ieder geval de voorzieningen biedt die ze voor het gezin nodig hebben. Als dat binnen die wijk niet te vinden is, kijk dan gewoon naar aangrenzende wijken. Want daar koop je eigenlijk gewoon net wat meer voor minder geld. Waardoor je binnen budget blijft, maar toch die extra ruimte kunt genieten. Een slimme tip voor starters, kijk niet alleen naar huizen die al helemaal af zijn, maar je kan ook een financiering krijgen om een huis te laten verbouwen. Dus is die nog niet helemaal klaar, dan heb je wat minder concurrentie op de markt en kan je het helemaal naar je eigen zin maken. Dus kijk zeker ook naar deze type woningen.